Goedemorgen. Welkom bij mijn dag met een baby van een maand oud. Heb je de hik, schat? Hij heeft zoveel de hik. Er is niks veranderd sinds hij uit de buik is. Ja, dat is vervelend. De ochtend beginnen we vrij rustig in bed. En dat is maar goed ook, want we hebben weer een nacht erop zitten, jongens. Ja, arme scheet. De dagen en de nachten zijn op dit moment best wel zwaar. Af en toe een huiluurtje. Om de haverklap komt hij voor een voeding. Maar dat begrijp ik ook, want het is natuurlijk hartstikke lekker, mama's melk. Oei, oei, oei. Op dit moment weet ik niet of hij helemaal voldaan is. Die hik is natuurlijk enorm vervelend. Zo zien de ochtenden eruit. Continu van houding veranderen. Oké, we gaan eruit. Tony heeft als het goed is een heerlijk ontbijtje voor ons gemaakt. Dat is de routine nu. Tony duikt de keuken in. Die heeft een nieuwe hobby ontdekt en dat is bakken. Dus ik verwacht iets als pannenkoeken of in die trant vandaag. Oké, let's go. Ik weet niet of dit normaal is, maar deze baby wil non-stop vastgehouden worden. Je kan hem niet even neerleggen. Hè? Dus jij moet altijd bij ons zijn. Dat vinden wij heel gezellig, gelukkig. Zo. Maar dat maakt het altijd lastig om dingen te ondernemen. Al is het maar een huishoudklusje of iets eten voor jezelf maken of zoiets simpels als plassen. We hebben een draagdoek of een draagzak. Hieronder ligt hij, maar ik vind die nog een beetje groot. Ik kan hem er draai niet mee vinden. Misschien over een paar weken dat hij dan lekker in de draagzak kan. ¿Qué tenemos por ahí? ¡Qué buena pinta! Estas chiquitas son para ti. American pancakes, ¿no? Tony pancakes. Tony pancakes. Esta chiquita para ti, ¿vale? Nou, mijn pannenkoeken moeten nog even wachten, want ik ben weer aan het voeden. Oei, waar zet ik de camera? Maar het positieve van clustervoeden is wel dat ze meestal daarna iets langer doorslapen. Dus laten we hopen dat dat vandaag ook gebeurt. De vraag van de dag. Ga ik opstaan of niet? Hij is in slaap gevallen. Dan kan ik even genieten van mijn rust. Of ik kan proberen om hem weg te leggen en direct als een gek alle dingen doen die ik wil doen. Onder andere de slaapkamer weer een beetje opruimen. Want die is elke ochtend een troep. Oké, jongens. Hij slaapt, hij ligt. Dit is dus de chaos waarmee ik mijn ochtend begin. Begin van de avond ziet het er allemaal netjes uit. Begin van de ochtend tref je dit aan. Sowieso het bed maak ik even snel op. Dit is onze verschoonmat. En dus zeg maar een draagbare portable verschoonmat. Die laten we altijd hier staan, zodat we er niet helemaal uit hoeven 's nachts. En dat betekent dus dat in de ochtend, ja, dan ligt alles overhoop. Hebben we vieze luiers op de grond. Dat moet wel even gefixt worden. Dit ding hier, die hebben jullie nog niet gezien. Dat is onze co-sleeper. Die staat aan het bed in de nacht. Die ga ik ook even opbergen, zodat de katten er niet in kunnen zitten. En dan snel onder de douche. Ik hoop dat ik er tijd voor heb. Nou, het ziet er nog steeds niet echt top uit. Maar het is in ieder geval een beetje opgeruimd. En waar ik helemaal blij mee ben... I made it. Ik heb me aangekleed. Ik heb een crampie opgedaan. Mijn haar gekamd. Dat is een behoorlijke mijlpaal tegenwoordig. En ik doe elke ochtend wat schoons aan. Dat is echt mijn rule of thumb. Elke dag douche ik. Elke dag wat tanden poetsen in de ochtend. Elke dag wat schoons aan. Dat lijkt heel erg vanzelfsprekend. Maar met een pasgeboren baby. Je hoort hem al op de achtergrond. Is dat soms gewoon echt een hele lastige taak. Ik heb het geluk dat Toon hier nu natuurlijk nog is, want hij heeft wel geteld 5 minuten stilgelegen in het wiegje. En nu is hij dus alweer een beetje aan het mekkeren. Dus echt elke minuut is er 1 als je ouder bent. En ik ben blij dat het me nu in ieder geval weer is gelukt. Aww. Ik
Qué dulce. We gaan wat kijken. Lo que quizás mejor esperar para que coma bien. Entonces por la tarde, porque hace una hora o así que ha comido. Ik denk dat dat een van de dingen is die ik het meest had onderschat. Dat ze dus gewoon echt urenlang wakker kunnen zijn. En wakker zijn is niet gewoon dat de baby wakker is. Nee, het is dat je constant je handen dus vol hebt. Of dat is bij ons in ieder geval het geval. Het speentje wordt bijvoorbeeld alleen geaccepteerd als wij hem in de mond gedrukt houden. En terwijl we nu wiegen. Dus alle twee handen heb je vol. En elke baby verschilt natuurlijk ook weer. Want ik heb ook van baby's gehoord van 2 weken oud die de hele nacht bijna doorslapen. En overdag gewoon braaf hun slaapjes doen. Dus het is ook wel heel erg afhankelijk van de baby. Maar als ik kijk naar onze omstandigheden, bedoel, we wonen hier heel rustig. We hebben vrij weinig kraamvisite. Hoe had Julian dan wel niet gereageerd op een hele drukke situatie? Als we in de stad hadden gewoond, in Nederland misschien nog. Jongens, baby slaapt. Moet ze zachtjes doen. Dat geeft mij even de tijd voor het volgende. Trouwens, hij slaapt nog niet helemaal. Toon is nog steeds aan het wiegen. Maar ik heb in ieder geval even mijn handen vrij. Ik heb jullie een paar weken terug de babykamer laten zien. Die was bijna af. Wat er nog mist zijn een paar leuke plankjes voor wat boekjes en dingetjes. En ik heb daar een bepaald idee bij. Ik denk dat het heel leuk gaat worden. Dus ik ga jullie even laten zien wat er in deze doos zit. En gaan we aan de slag. Dit zijn de lijstjes die ik heb besteld van de babycollectie. Op Decennio, ze hebben echt hele schattige posters. Ik wilde voor een beetje kleurrijk gaan, maar toch ook wat past bij de rest van de kamer. Dus met wat nieuw tinten. En dan heb ik deze 3 plankjes daarbij. En mijn idee is om die hier te plaatsen, zo 3 boven elkaar. Ik denk dat dat wel de leukste plek is ervoor. Julian had andere plannen. Maar lieve Toon die gaat ondertussen even aan de slag met de plankjes. Nou jongens, dit was eigenlijk niet mijn plan. Maar het is toch echt de enige manier om deze knurft in slaap te brengen. Dus er zit even niks anders op dan hier liggen. Maar ik moet ook zeggen, het is echt het fijnste gevoel wat er is. Je baby op je hebben slapen. Perfecto. We hebben ze bewust vrij laag gehangen, omdat er natuurlijk veel ruimte zit tussen elke plank. En die ruimte die wilde ik ertussen, omdat we ook wat grote boeken neer gaan zetten. En wat betreft de lijsten, wist ik nog niet helemaal of ik... Me lo ponga, que está sucio. No lo pondré. Kijk, ik wilde sowieso deze grote lijst ertussen kunnen zetten. Maar misschien dat ik hem ook wel ophang. Kijk, wat niet. Tadaa! Hoe leuk ziet dit eruit? En dan heb ik nu gewoon alle boeken gebruikt die we hadden liggen. Het is natuurlijk nog mooier als je wat aesthetically pleasing boekjes neerzet. Dus in de tinten van de slaapkamer.
Misschien doe ik dat ook nog wel, maar voor nu vind ik dit wel heel erg leuk. Ook leuk dat het een mix is van Nederlandse, Spaanse en Engelse boekjes. Hallo, ja, nu wil jij ook even aandacht, hè? Ook leuk om te noemen is dat Decennio voor meerdere leeftijden posters op de website heeft. Ze hebben nu ook een nieuwe collectie genaamd Bedtime Stories. Met hele schattige tekeningen. Ik heb daar ook wat posters van besteld. Dat is ook leuk natuurlijk. Mocht je de slaapkamer veranderen of zin hebben in een makeover, dan kan je gewoon de posters aanpassen. Hij is geet. Zoals gewoonlijk heb ik weer een fijne kortingscode voor jullie. En die kortingscode die vind je hieronder in de omschrijving. En die komt ook hier even in beeld. Daarmee krijg je 45% korting op de posters. Met uitzondering van gepersonaliseerde posters. En 10% korting op de lijsten. Ik hoest wel weer los, ook als het erop goed, oké. Nou, we hebben hier met de twee geloof ik 1,5 uur gelegen. Hij heeft eindelijk goed geslapen. Daarna direct een voeding. En nu lijkt hij weer weg te dutten. Dus ik wil nu richting de woonkamer, want we hebben net eten besteld. En echt, dat doen we bijna niet. We koken voornamelijk zelf, maar het was nu alweer een week geleden. Dus we hadden zoiets van, laten we lekker bestellen. Nu alleen niet. Winnie. We hebben een lekker currytje besteld. Kom maar. Met naambrood. Dit is trouwens echt een tip voor als je in de buurt van Micha's woont. En je ziet je nummer, dat is heel lang. Heerlijk. Muy bueno, hè? Muy bueno, sí. Venga, a ver si podemos ver algo hoy. Echt jongens, dit is zo heerlijk. En we bestellen daar naambrood bij. Gevuld met kaas. Maakt het nog beter. We hebben het zo waar voor elkaar gekregen om op Toon te laten slapen. Stapjes vooruit. Ik geef trouwens op dit moment exclusief borstvoeding. Van de week de mijlpaal van een maand aangetikt. Dus dat was, ja, was ik wel trots op. Daar was ik heel blij mee. Want je weet van tevoren natuurlijk niet of het lukt. Of het ook wel mentaal vol te houden is, want het is afhankelijk van heel veel factoren, ben ik inmiddels achter. Het is in ieder geval niet van een leien dakje gegaan. Want de eerste week leek het allemaal heel voorspoedig te gaan. Dat ging goed, dat ging lekker. En eigenlijk kwamen daarna de problemen. En sindsdien ben ik nog een beetje ja, aan het struggelen. Eerst overproductie, dus enorm veel spanning op de borsten. Waardoor het er gewoon letterlijk uitspoot. En ik dacht eigenlijk altijd dat dat iets goeds zou zijn. Maar nu weet ik dat dat niet per se zo hoeft te zijn. Door die heftige melkflow, toeschietreflex noemen ze dat. Dus de kracht waarmee het uit je borst komt. Had hij heel veel moeite met aanhappen, ook door de spanning op de borsten. En verslikte hij zich continu met als gevolg borstweigeren. Althans, ik denk dat het daar is begonnen. En eigenlijk nu al, nou ja, bijna 3 weken dat we gewoon continu problemen hebben. Gisteren hadden we een dag dat het eindelijk weer goed ging. We hebben een lactatiedeskundige ingeschakeld. We zijn naar de osteopaat gegaan. En iedereen zegt, hou het vol, het wordt echt beter. Die eerste 6 weken, geloof ik, moet je nog enorm aan elkaar wennen. Maar dat is gewoon heel frustrerend. Als je baby je borst weigert of in ieder geval heel onrustig drinkt. Dus het is echt zeker een journey. En ik heb gewoon nog steeds de hoop en het vertrouwen dat het goed komt. Ik wil het nog niet opgeven. Maar als het zo door blijft gaan, dan kan ik dit niet volhouden. En hij ook niet. Want dit is gewoon echt heel onprettig. Dat elke keer dat als je de borst moet geven, dat je eigenlijk gewoon een beetje zenuwachtig bent voor wat er komen gaat. Omdat je niet weet hoe dat zal gaan. Zoals ik volgens mij al vertelde, was de draagzak nog geen succes helaas. Dus ik heb online een Bobba draagdoek besteld. Dat schijnt nogal een verschil te kunnen maken blijkbaar. Dus als ik de kans zo krijg, ga ik die even uitpakken en proberen. Hopelijk werkt dat. Oké. Ik heb de borst weer even gegeven. Hij is nu in slaap gevallen. Hij is al lange tijd wakker, dus dat was ook wel echt nodig. Ik wil hem toch echt proberen om in de draagdoek te doen, want er is dat een risico.
En zoals jullie konden zien was de struggle real. Het is even oefenen. Maar volgens mij krijg je er wel snelgrondigheid in. Wat betreft de vlogs, ik moet nog even mijn draai vinden in... Ik zal de komende weken, misschien zelfs maanden, nog een beetje mijn draai moeten vinden in het vloggen. Wat ik precies wil laten zien, hoe ik het wil aanpakken. Of ik weekvlogs wil doen of niet. Maar nu begin ik in ieder geval met af en toe een dagvlogje. Wel weer hopelijk elke zaterdag als dat lukt. En ja, ik ben gewoon blij dat we hier weer zijn. En om weer met jullie te kunnen delen. Het is een enorm bijzondere periode voor ons, dat weten jullie. Je leven staat op zijn kop. We hebben nog totaal geen routine. We moeten nog een ritme zien te vinden. Is ook logisch, want het is nog zo'n kleine baby. En we proberen daar ook volop van te genieten dat hij zo klein is en juist zo aanhankelijk is. Het is mooi, het is intens, het is... Je beleeft gewoon de wereld op een manier die je nog niet kent. Vanuit de ogen van je kind, die alles voor het eerst ziet en voor het eerst doet. Maar ook voor jezelf. Ik bedoel, ik kan me de laatste keer niet herinneren dat... Bijvoorbeeld even naar de wc gaan, al een hele opgave was. Of tijd maken om, ik zeg maar wat, naar de supermarkt te gaan. Dus je wereld wordt in één klap een heel stuk kleiner, maar ook weer een heel stuk groter. Want je mag ineens deze enorm mooie ervaring van het ouderschap beleven. Anyway, ik hoop dat hij voorlopig even hier blijft zitten, dat ik een paar dingetjes gedaan kan krijgen. En dan zie ik jullie in de volgende video, hoop ik.